beauties. Ik ben net naar de film Binnenste Buiten gegaan. En het is rot weer. Ik ga vandaag een sapje maken. Ik ga eerst laten zien wat ik allemaal ga gebruiken. De peer. De appel. En een banaan. En de aardbei. Nog iets wat je wel moet weten. Je moet het snijden en je moet het wel wassen, want anders is het een beetje vies. Tot straks. Ik heb het net gewassen en gesneden en nu ga ik het erin doen. Oh, hier. Je moet het even roeren. Het is een mooi kleurtje door de aardbeien. Nu ga ik het in het glas doen. Ik haal even de lepel eruit. Volgens mij is het super lekker. Even proeven. Super lekker. Je moet het natuurlijk zelf ook doen en je kan proeven. Super lekker, doeg! Wat je natuurlijk ook kan doen is er ijsjes van maken. Dat ga ik nu laten zien. Ik roer het even voor. Ik ga 2 ijsjes maken. Ik doe het in bakjes van de Action. Na bekertjes. Nu is het een beetje evenveel. Ik hou nog over, is niet zo heel erg. Het is sap, dus ik doe het even in de vriezen dat het even hard wordt. Daarna doe ik het stokje erin. Zo. Ik ga zo meteen filmen als ze hard zijn geworden en dat ik de stokjes erin doe. Doeg! Nou, nu ga ik de stokjes erin doen. Ik heb ze net in de vriezer gedaan, dus nu ga ik de stokjes erin doen. Je moet 4 stokjes hebben van de Action. En je moet ze altijd zo doen, 2, in 1 bakje. Blijf niet echt weg staan. En dan doe ik de ander. Ik doe meestal zo. Zo, en nu ga ik ze weer in de vriezer doen. Ze vallen er soms een beetje uit. Zo. Bye.
was het. Doeg! Hoi, daar ben ik weer. Nu ga ik het ijsje proeven. Hij is super lekker. En het zijn twee kleurtjes. Super, doeg! Dit was mijn video.